Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering. Jullie hebben, ik weet niet hoe lang gewacht op de onthulling. Krijgen we hier een ocarina? Nee, we krijgen gewoon liefde. Nou, dat was een anticlimax. Zo! Wauw. Ja, ik weet niet hoe lang dat YouTube heeft moeten wachten op de volgende aflevering. Het is aflevering 3 uit mijn hoofd, maar... Oeps. Maar goed, in ieder geval over de twee pick-ups waar ik het over had. Dat is deze minigame en ik haat deze minigame. Oh, daar snel. Snel droppen, snel droppen! Helaas, drukt op het verkeerde knopje. Oeps. Nee, ik haat echt alleen deze minigame. Ik haat echt alleen deze minigame. Deze minigame is de brain of... Bla bla bla. Alle minigames, leuk. Niks mis mee. Deze minigame... Ik doe nog liever 25 keer achter elkaar de Q-codes dan dat ik één keer deze moet doen. Heel te scheef. Hoe was die mis? Nee, ik wil niet nog een keer. Reset het als je naar binnen en naar buiten gaat. Dat kan ik nou uittesten, maar volgens mij niet. Wel? Oké, nou, hier hebben we weer een bombek. Wat leuk. Fijn dat het reset. Oké, jullie aan de kant. Blijf, blijf. Met lege blikjes gooien. Link, don't start yawning on. Nee! Don't do it. Draai weg. Het grappige is, Mumei heeft mij dus een verhaal verteld dat er is een manier... Yes! Er is een manier dat je dus hem, zeg maar, omheen kan loopen. En op het moment dat hij er omheen loopt, dan heb je hem ook gegarandeerd. Ik heb geen idee hoe hij dat doet. Sleutel van de Shadow Temple. Dat is het waard. Het enige snel is Peace of Heart. Die moeten we ook nog halen. Dat moment dat je gewoon de eerste al mist. We hebben de goede angle. Kip! Kip, loop door, loop door, loop door, loop door, loop door, loop door. Oké. We hebben hem. We zijn vrij. We zijn vrij. We zijn vrij. We zijn vrij. Ik ben happy. Was het waard, though? Dit is handig. Maar is het niet... I did it! Nee, ik wil je stomme stinkspel niet spelen. Wij gaan volwassen worden. Want je zweeft. Denk aan een prettig moment. Gekke mensen die je kent. Voor je in het VV'tje meer. Maar we worden een adult, dus dit nummer slaat nergens op. Maar je zweeft. Voor de mensen die het willen weten, is van Peter Pan. Voor de mensen die het niet willen weten, jammer, je weet het nu toch. Ha! Goed. Hier zit altijd een Skullzilla. Maakt niet uit wat voor time of day het is. Ah ja, het grappige is, dan denk je bij je eigen van, wacht eventjes, dus het is nodig om Ganondorf te verslaan, maar je kunt dan een Ganon Tower. Waarom ben je niet gelijk hier naartoe gegaan? Waarom heb je niet gezegd, hallo Ganondorf, ik kom jou verslaan. We hebben geen light arrows, we hebben geen magie. En de barrier, die staat nog omhoog. Dus.
Welkom inside Ganon's Castle, waarin heel veel pick-ups gevonden kunnen worden. En Ice Cavern muziek speelt. Gewoon stok op zijn kop. Juist. Waarom ook niet? In ieder geval, eerste pick-up die we kunnen pakken is hier. We hebben hier een wolf. Kaas. Slag. Strike. Joepie, we hebben een bundle of arrows. Wat leuk. Maar wacht eens heel eventjes. Oh, nee, ik zit heel eventjes te denken. Fire is gewoon... Maakt niet uit wat voor fire dat je hebt. Heb je Dins Fire, heb je de Fire Arrows. Eén van de fires, dat is goed. En dan kun je daar alles doen. Timing! Ik weet niet of dat een boe is. Het probleem is, ik weet niet echt al die kleine pick-ups uit mijn hoofd. Dus dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Hallo. We hebben hier trouwens de hoekshot, dus we kunnen hier best wel veel pick-ups ophalen. Wil ik... We gaan gewoon de poe opdrinken. Mijn stem, ja sorry, dat krijg je ervan als je zo'n... Ja, wat mijn stem? Ja, jongens, daarom, ga geen spoken drinken, hè. Daar krijg je een hele lage stem van. En bomtjes. Voornamelijk bomtjes. Nooit spoken drinken. Voor je het weet, nemen ze je over. Levensles van Stevie. Drink geen spoken. Spoken zijn smerig. Spoken zijn smerig. Daarom drinken we ze niet. Ja, het spel wou echt dolgraag hebben tot wij de pick-ups mee zouden nemen. Trouwens, speaking of which, als je de hoekshot hebt, neem deze gelijk mee. Of hij belangrijk is... Weer een sleutel van de Fire Temple. Hoeveel sleutels? Ik heb jullie in de vorige aflevering nog steeds niet laten zien hoe we met sleutels zitten. Wij hebben 4 sleutels in de Fire Temple. We hebben de boskie ervan en we hebben wc-papier daarvan gevonden. Dus... 4. Mario, keep up. Kom op. Nou, in ieder geval, dan denk je bij je eigen van... Maar Stevie, hebben we nou alle pick-ups hier al? Nope. Er zijn nog 1, 2, 3, 4, 5, 6 pick-ups die we hier nou nog op kunnen halen. Even kijken. Dat is er één van. Nou ja, 2 zelfs. But wait, there's more. En aangezien dat we roepies nodig hebben, is het nou best wel een fijne kamer om te doen. Hallo, ik wil je graag voorstellen aan... Jammer joh. De... meest irritante roepies in Ocarina of Time. Een van de dingen wat ik echt jammer vind in Ocarina of Time. Zoveel van deze puzzels. Gewoon echt irritant. Jammer. Had niet gehoeven in mijn mening. Ik ben... De... Ah! Dat was bijna op een goede angle. Hallo. Oké, die deur die is open. Mooi. Hallo, gasties. Trouwens, dit kan sneller. Ik bedoel, we hebben hem gekregen. Laten we hem dan ook maar gelijk gebruiken. Bas! En we hebben de Megaton Hammer ook, als ik me niet vergis. Dus, komen we daar hier iets mee met de Megaton Hammer? Niet dat ik weet. Trouwens, dit is ook een soort van bomtje, bolen. I don't like it. Niet te lang vasthouden. Deze kamer zou je 4 roepjes kunnen pakken en dan uit de kamer gaan om vervolgens meer roepjes te pakken. Persoonlijk vind ik dat niet farmen. Aangezien je geraakt kan worden door de laser en de spikes. Plus, het is een heleboel voor maar 20 roepjes. Dus, nee, ik... Je zou het kunnen zien als farmen. Trouwens, hier zit een hidden chest. Nooit vergeten. Kun je zien met de Lens of Truth. Dit is de reden waarom dat hij hidden is. In deze run mag je hem vergeten. Hallo! Zelda, het zijn maar Deku Shrubs. Is het zo schokkend wat ze mij gaan verkopen? Is het schokkend dat ik de hele tijd op mijn Lazarus van hun noten krijg? Want als ze noten op mij gaan schieten, dan gooi ik noten naar hun. Bam! Mooi.
Wat verkopen jullie? Sleutel van de spirittempel. Handig. Met jou praat ik niet meer. Wij zijn geen vriendjes. Geef me de roepies. Geef me alle roepies. Oké, die luistert naar mijn plea om roepies. Duidelijk. Ik heb hier problemen mee. Dit is alles wat we kunnen doen in Ganon's Tower. Want we hebben nog geen strength upgrade. Dus de andere pickups die zitten nog allemaal achter een muur. Goed, wat kunnen we allemaal doen als adult? We kunnen naar Kakariko Village, Fire Temple natuurlijk. Kunnen we namelijk lopers naartoe. We hebben namelijk wel de Warp Song, maar we hebben nog niet de Ocarina. Ik zou zeggen, laten we gewoon naar Kakariko Village toe gaan. Laten we daar zoveel mogelijk shizzle doen. En aangezien dat het in de logica zit, ik ga gewoon mijn best doen. Ik ga het erop wagen. Ik haat het om dit te doen. Nou ja, het valt op zich best wel mee, maar zijn fire patterns is irritant. En laat ik het zo zeggen, de eerste keer valt het best wel mee, weet je wel. Je kunt gewoon je tijd nemen. Je hoeft er niet moeilijk over te doen en alles. Dankjewel voor die highlighted succes, Stevie. Al moet ik heel eerlijk zeggen, de highlight is nog niet echt nodig, aangezien... Ja, ik kan tot nu toe nog alles goed lezen in de chat. Oh, de pijn! Dat is gewoon koud, ja. Geef mij warmte. Voel de liefde. Ik bedoel, we hoeven nou nog niet te racen onder de minuut. Onder de minuut is gewoon echt een pijn in de neus. Wel interessante muziek hier. Au. Ik weet trouwens, als je de hoverboots hebt, dan kun je hier een heel stuk skippen. Ja, maar rollen is ook een net ietsje sneller. Uh-oh. Nou, maar hopen dat ik niet de softlock, want normaal gesproken zou ik dan een penalty moeten krijgen van 5 minuten. Ja, ja. Als dit een hookshot is, is het een boel. Volgens mij kun je die cirkel dan skippen met de hoverboots. Dampee is lief voor ons. Oké, nou. In ieder geval, we hebben geen Ocarina en we hebben de Song of Time niet. Dus zouden we hier doorheen lopen, zouden we in de softlock terechtkomen. Geen zin in. Kost een half hartje, maar dan zitten we tenminste niet in de softlock. En als we aan het racen zijn... Natuurlijk probeer ik ook niet mijn eigen softlock te gooien nu op dit moment. Maar mocht ik dus aan het racen zijn met Mario... Een softlock geeft ons een tijdpenalty van 5 minuten. Dat wil zeggen dat we dus 5 minuten niks doen. Dan sta je echt gewoon 5 minuten stil. Oké. We zijn al 5 seconden sneller als net. Weten hier niet bij dat hij zijn vlammetje gaat gooien? Nee! Eén vlammetje kan, één vlammetje kan, één vlammetje kan. Oké. We got this. Ja, 5 minuten kan cruciaal zijn in een race inderdaad. Nou, geef mij maar eventjes die piece of heart. Boe! Dat is eigenlijk onze... Nee, tweede boe. Dat is onze tweede boe. Tweede boe. We hebben hier sowieso de shop waar we kunnen checken. We hebben van... What's her name? Anju. Maar wacht eens heel eventjes. Ho, nee. Kunnen we die wel? Volgens mij kunnen we die wel. Als we bommen zouden kopen.
Volgens mij kunnen we heel de Great Deck, of kunnen we heel de Dango's Cavern ook nog ondertussen doen. Ja, we hebben geen strength upgrade, maar die heb je volgens mij helemaal niet nodig. Dat verdient een bommetje, bommetje. Er is inderdaad een bobdrop, een bobdrop. Ja, gewoon een bobdrop. Er is een bobdrop. Maar die bobdrop is niet 100% gegarandeerd. Dus... En aangezien dat we minimaal... Volgens mij twee bommen nodig hebben. Piece of Heart, 85 rupees. Zeker dat het wel waard om te kopen. 5 pieces voor 35 rupees. Schild hebben we niet nodig. We can sleep with the fish. Ik koop gewoon heel eventjes deze. Verkoop de Blue Flame. Ik kan namelijk ook even nog de andere shop even checken. Voor hetzelfde geld, weet je wel, ligt er ergens in één keer weer 200 rupees. Je weet het niet. Wat? Wat? Wacht eventjes, Belgium Wolf, is dit jouw winkel? Is dit jouw winkel? Hi, hier een beetje supplies om misschien toch naar de watertempel toe te kunnen gaan. Een zorgskill voor 180, een zorgskill voor 80 rupees. En dan ook nog eens in een keertje de Blue Tunic. Is hier ook nog eens te koop. Alles is hier te vinden. Alles is hier te vinden. Wauw. Hallo, mijn naam is Belgium Wolf. En ik heb hier voor jou alles. Wat je nodig hebt om in water te kunnen spelen. Spettepiet water, lekker in het water. Koop maar wat hier. Dan kom jij een druppel later. Maar dat wil dus zeggen dat wij niet als adult, maar als young Link... nu wel naar Zora's Domein kunnen gaan. In ieder geval, laten we zelf eventjes onze Blue Flame verkopen, want dan... Dan kunnen we dus inderdaad eventjes wat bommen kopen. En dan kunnen we dus alsnog de skill kopen. Dus 5 bommen moet genoeg zijn. Wat? Nou meiden, wat is er mis? Die zingt dat hartstikke goed. Spettepieterpater, lekker in het water. Ga maar vast naar huis. Ik kom een druppel later. Yalla, la 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 la. Yalla, la 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 la. Hallo, Dubbelfris. Welkom bij deze stream. Ja, geef je groot gelijk. Deze titel moet echt zangles met Steve. Zo goed ken ik nou ook weer niet zingen, jongens. Maar als jij een liedje voor mij zingt, dan plonst, dan duimt hij en dan zwemt. Duimt hij? In één keer duimt hij blijkbaar. Hij wat om hem. Ik heb geen idee waar ik nou naartoe ga. Eén aflevering lang, niks anders doen dan zingen. Kom, ga met me mee. De dongo's geven in. Want met een grote hamer sla ik gewoon dat ik naar binnen kom. Hallo. Oh, wacht. Trouwens, dat kan ook met bomtjes. Hallo. Kan ik jullie trouwens killen met een hamer? Hi. Nee, je kunt jullie niet killen met een hamer. Duidelijk. Hi. Hier, neem een bomtje. Heeft je bommen? Oké, geen bommen. Daar ben ik blij om. Nee. Ik bedoel, er is te veel geknipt. Hun zitten waarschijnlijk pas net 5 of 10 minuten in de aflevering of zo. Het is veel te veel geknipt. Wauw. Het is een bloepie. Hallo. Dankjewel voor de Forest medaille en te vertellen dat dat in de Spirit Temple zit. Forest medaille geeft ook automatisch een pick-up, dus kan heel erg handig zijn.
je bent. De wend als je zeerover bent. Je maakt van niemand niet bang. We zijn nog geen helden, je ziet ons maar zelden, want zeerovers leven niet lang. Nee, zeerover die leeft niet lang. Nee, de baas kun je niet verslaan met de bommuis. In ieder geval de reden waarom dat ik deze route ook neem is Skulltjelaas. Skulltjelalalaas. Je zou het voor de rest kunnen skippen, maar ja, ik hou niet zoveel van skips. Hoe maak je YouTube nieuwsgierig? Dan heeft YouTube de supergeheime, extreem zeldzame niet gezien. Nou, ik heb zoiets van, YouTube die heeft het voordeel dat sommige dingen heel erg veel geknipt kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld, weet je, de Bombtube game. Daar kunnen we dus inderdaad gewoon een knipsessie van maken. Het back and forward lopen, dat is een hele knipsessie. Dat kunnen we allemaal skippen. Maar ja, bij de livestream kan ik niks knippen natuurlijk. Een hele leuke minigame. Hier heb je volgens mij de strength upgrade niet voor nodig, snap ik niet. Je hebt de strength upgrade nodig om bombjes op te tillen, maar deze dingen duwen geen enkel probleem. Logica's. Eerste klas logica's. Ook wel grappig eigenlijk hoe dat dit eigenlijk meestal, hoe vaak ga ik eigenlijk zeggen, de eerste dungeon is die wij altijd clearen, omdat je hebt hier zo'n makkelijke clear rate. Het enige wat je nodig hebt is bommen en pijlenboog. Ja, livestreams hebben geen cliffhangers. Klopt. Nou ja, aan de andere kant vind ik het grappig dat we er gewoon een bas hebben. Waarom noem ik een bas? Het is gewoon een big ass sword. Hallo. Jij zei ass. Hi. Oh, nice dodge. Nou, met de slingshot dan zouden wij eigenlijk al heel erg snel de Great Deku Tree kunnen doen. Want daar heb je dus echt gewoon de slingshot voor nodig. Klop, klop. Room service. Hi. Waar ben je, Ocarina? Ik wil weten waar mijn Ocarina is. Ik wil weten waar mijn Ocarina is. Om je nek. Oh, oké. Okay. Nou, speciaal voor jullie dan. Even speciaal voor jullie. Gaan we doen. Het is een beetje zoeken af en toe, maar de main game, main story fluit hebben we gedaan. Dus dat is het belangrijkste. Dat telt. Maar kom op, ik weet allemaal dat jullie mijn close-up leuk vinden. Hi. Serieus, wie zit nou te wachten op backtracking? Echt gewoon een close-up Stevie. Leuk toch? Niks mis mee. Kijk, in ieder geval, hier had ik het over. Ah! Want achter deze deur, daar zit dus die deur in waar dat we niet doorheen komen. Daar hebben we vuur voor nodig. En ja, we hebben geen manier van vuur. Dus, vandaar. Ook wat heel erg grappig is, zonder strength upgrade kunnen we geen bombtjes gebruiken. Of bomflowers. Onze eigen bommen? Ha! Joh, met één hand zelfs nog als het nodig zou moeten zijn. Helaas niet, hij gebruikt twee handen, maar zou leuk zijn. Bomflowers? Strength upgrade. The more you know, Legend of Zelda editie. Hoi. Ik blaas gewoon de muur op. Nou ja, ik sla alles gewoon in met de namen. Vind ik leuker. Hallo. Ik negeer jou gewoon en pak gewoon wat erachter je zit, oké? Okay? Niet moeilijk doen, hè? Red Rupee, oké. Okay. Handig. Grappig is, Red Rupee kunnen we zo vinden. Laat ze even op. Dank je. Nou, hier gaan we onze eerste... Nou, wacht eventjes, wacht eventjes, wacht eventjes. Ik wil het proberen met een bombtje. Kijken of dit ook kan met een bombtje. De gewone bom is de makkelijke manier, maar ik wil met een bomtje. Het kan met een bomtje. Science! Grappig, we vonden daar net 20 roepies, maar links en rechts kun je ook nog eens een keer 20 roepies pinnen. Is op zich best wel handig, aangezien dat we weten
dat er een... dat er een dive upgrade te vinden is in de shop. Dus laten we deze 20 roepies hebben. Wat ook als farmen wordt gezien is op het moment dat je deze kamer verlaat en weer terug ingaat, kun je dus elke keer 40 roepies krijgen. Wordt gezien als farmen, staan we nooit toe. The more you know. La 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 la. Oké, okay, kijk of ik hier goed in ben. Kijk of ik dit voor elkaar kan krijgen. Polen op korte termijn. Dank je. Ik heb geen zin om naar mijn startscherm te gaan, dus we skippen het gewoon helemaal en pakken gewoon bombjuice. Ook leuk, als adult Link kun je gewoon opspringen. Nog leuker, je kan een hamer, 200 roepies, een hookshot, een extra tunic en een boomerang, een grote lens, 20 bommen en 50 bombjuice dragen, maar geen bombflowers. Dat heeft gewoon te maken met de magie die in Hyrule te vinden is. Heeft de cartoon echt heel duidelijk uitgelegd, Mario. Je kunt alles bij je dragen in verband met magie. Je hebt gewoon een magic pouch en daar kun je alles in stoppen. Heel erg simpel. In ieder geval ook heel erg leuk. Dat daarachter, dat zouden we helemaal kunnen skippen. Als ik deze sprong in één keer goed kan doen. Ik ben heel slecht in deze sprong. Dus daarom lukt het me nou in één keer. En val ik alsnog naar beneden. Hi. Nou ja, ik wil in ieder geval wel dat kistje daar hebben. Nee, ik wil dat kistje daar hebben. Dank je. And can you get more love tonight? Nou, blijkbaar. Oké, okay, ik ga die sprong nog een keer doen. We moeten hem zeker nog twee keer halen, omdat... ja, het is een hele handige truc om dus niet heel de dungeon te moeten doen. Het enige snel is, ik ben slecht in deze jump. Daarom lukt het me nou al twee keer achter elkaar. Well, excuse me, princess. Bombag. Trouwens, dat doet me er dan aan denken dat je dus helemaal geen pijl en boog voor nodig hebt. Aangezien dat je kunt heel dat stuk kun je gewoon skippen. Zitten geen pick-ups, zitten geen skulltula's. Helemaal niks. Dus hier heb je eigenlijk nog niet eens een pijl en boog voor nodig. Hallo. Bevries. Ik kom hier even wat spul kopen, ja? We hebben al 3 sleutels en dan nou ook nog eens een keertje de wc-papier van de Gerudo's. Oké. Okay. En een sleutel van de watertempel, Belgium Wolf. Ja, daar moet Belgium Wolf achter. Hè? Elke keer als we iets vinden van de watertempel, dan is het Belgium Wolf. Standaard. Nou, eens kijken of ik de gym 3 times in a row kan doen. 3 times in a row, man. 3 times in a row. Lukt dat mij? Ik betwijfel het. Ik bedoel, echt serieus. Ik ben zo slecht in deze jump. Ik ben zo slecht in deze jump. Ik ben zo slecht in deze jump. Ik ben zo slecht in deze... Oké, okay, het werkt niet. Ik dacht bij mijn eigen gewoon zeggen dat ik slecht in deze jump ben. Weet je wel, dan lukt me gewoon 3 times in a row. Oké, okay, mijn jump, mijn rol die faalde een beetje. Maar ik ben gewoon slecht in deze jump. Ik heb gewoon geen zin om de alternatieve route te moeten nemen. Rolling! Waarom spring je nou niet? Ik nou wel, ik ben echt slecht in deze... Het is geen grapje. Denk je dat je het door hebt, weet je wel? Maakt niet uit. Komen er wel. Zo niet, dan toch. De shortcut, maar die hebben we niet echt nodig. Weten jullie nog dat ik nog oorspronkelijke bommen heb gekocht? We hebben de 5... Nee, we hebben de 10. Oh ja, wacht even. We hebben de 5 gevonden van de middle room. We hebben er volgens mij maar 1 of 2 nodig, aangezien dat we de big ass sword hebben, Bas. Ja, nee, daar gaan we gewoon epic in het oog landen, vind ik leuker. Bam! Misschien heeft King de Dongo wel de ocarina. Oh, kijk nou toch eens, meer bommen. Dankjewel, spel. Ik had ze nooit hoeven te kopen, dus. Waste of rupees. Shortcut is handig als je geen longshot hebt voor 1 skulltula. Ja, maar ja, waarom zou je zoveel moeite gaan doen voor 1 skulltula, terwijl dat je maar 50% van de skulltula's nodig hebt? Zeg maar A. Waarschijnlijk is dit gewoon de Legendary de Dongo of zo, weet je wel? Want we moeten King de Dongo dadelijk bevechten. Maar deze die is vele malen groter.
misschien was dit wel de legendary Dodongo of zo. Who knows? Trouwens, fun fact. Dit stuk, ook al ben je een adult, Link. Oh, dit kunnen we wel skippen? What? Dat had ik eerder willen weten. Ah, oké. Okay. Duidelijk. Maar ik wil toch die Skulltula nog even meenemen. Hallo. Zit hier namelijk nog een Skulltula? Die kunnen we gratis even ophalen. Altijd leuk. Als je hier wacht tijdens deze cutscene, krijg je geen damage. Ha! Science! Het enige nadeel is, hij staat weer terug op zijn plek. Dus we moeten nou wel een hele kleine om... Ja, maar we hebben een gegarandeerde bomdrop van dingen gekregen. We hebben bommen gevonden. Waarom hebben we nog een bomdrop nodig, Mario? Dus... Nou jongens, we gaan de eerste dungeon clearen. Normaal gesproken in de race krijgen we daar ook een punt voor. Zodat je je bommen kan verspelen. Het schuifgeluid. En het, ik word nu geraakt door een kies, omdat ik altijd te lui ben om die kies aan de kant te gooien. Hallo kies. Auw. Gelukkig heb ik mijn vuurresistent pakje aan. Ja, dat waren jullie ondertussen alweer vergeten, hè? Ik hoop in ieder geval, kijk, wat we krijgen hiervoor. We hadden hier, hebben we hier het kompas voor? Weet ik nog niet eens. Nee, we hebben hier helemaal niks voor. Dus we weten niet welke reward dat we gaan krijgen, want de spirit medaille is het meest waardeloze. We weten ook niet welke steen dat we hiervoor vinden. Grudder training kruis. Maar we weten dus ook niet wat de hardcontainer is. Zoveel mysterie. Let's kill King Dodongo. Stop met schreeuwen. Dan. Hallo. Ja, slaapverwekkend. Mee eens. Deze muziek hier. Gaap. Geen wonder dat je slaperig bent. Oké, is dit een one hit? Volgens mij wel. Nee. Ik dacht met Bas dat het maar één hit was. Ben ik even blij dat ik meer bommen bij me heb. Hallo. Je hebt hier wel hele ontspannende muziek. Hier, neem nog een snoepje. Het zijn dropjes. Wacht even, werkt dit? Killed by hammer. Dat is wat wij noemen... The adult way. Yeah! Oké. Okay. Maar goed, in ieder geval King Dodongo hebben we verslagen. De hardcontainer. Is het de ocarina? Dat zien we in de volgende aflevering van Let's Play. The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Randomizer Key, Song, Sanity, weet ik het allemaal nog meer, Swap Sanity, noem het maar op. Want ik ga hem nou gewoon niet oppakken om jullie gewoon te clearen. Sorry. Link voor de livestream staat in de beschrijving. Discord link staat ook in de beschrijving. Tot de volgende video. Doei! Ik ben echt meme.